Ja, welkom bij de New Life Church. Vandaag gaan we het hebben over groei. En we gaan het vandaag hebben over voorspoed. En hoe je voorspoed in je leven zou kunnen krijgen. Maar voordat ik het woord ga brengen, wil ik met jullie in gebed gaan. Vader, ik dank u wel. Ik dank u wel dat alle goud en zilver is van u. Dat zegt u in uw woord. En daar dank ik u voor. Heer, en u heeft het aan ons gegeven, want u heeft deze aarde voor ons gemaakt. Heer, en ik dank u wel dat er zoveel mooie dingen zijn in ons leven. Maar net wat Dorothea al zei, als we ons hart zetten op rijkdom en dit zullen geven aan een ander, Vader, dat werkt niet. Heer, zegen de mensen die gaan kijken en de mensen die hier zijn, Heer, opdat ze tot bloei mogen komen in hun leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Vandaag wil ik je zegenen met het bovennatuurlijk woord van God. En ik wil je vandaag, zou ik wat dingen gaan vertellen aan je. En moet je het niet voelen als een persoonlijke aanval. Maar ik laat je groeien in het bovennatuurlijke. En dat vind ik belangrijk. En ik wil het met jullie hebben over voorspoed en rijkdom. Nou, dan is mijn vraag aan jullie, wat is eigenlijk voorspoed? Je mag het zeggen hoor. Als het goed gaat in je leven met alles. Juist. Dat je gezond bent en dat je je gelukkig voelt als het belangrijkste. En ja, dat gewoon dat je niet echt problemen hebt in je leven. Juist, nou dat is het ook. De definitie van een voorspoedig leven te hebben is heel iets anders als een rijk leven. Sommige mensen die kunnen dat niet van elkaar loskoppelen. Maar als je gezond bent, je hebt vrede in je ziel, je hebt een goede relatie met de Heer Jezus, en je hebt genoeg te eten en te drinken, en je kan dus af en toe wat weggeven aan een ander, dan heb je zeker een voorspoedig leven. Want sommige mensen die denken alleen als ze rijk zijn, dat ze dan alleen voorspoedig kunnen zijn. Maar ik kan je wel vertellen, je kan rijk zijn, dat de Bijbel ook zegt. En de hele aarde bezitten en alles wat erop is. Maar schade lijden aan je ziel. En dat houdt eigenlijk in je doel missen in je leven. En dat wil God niet. God die wil dat jij je doel in je leven gaat krijgen. Halleluja. Ik neem jullie mee naar een paar dingetjes in de Bijbel. Dat Paulus, die staat in Filippenzen 4 vers 18. Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien in alles aangezuiverd. En ik heb, hij was er blij mee. Hij zegt, het is gewoon goed geweest dat de gemeente waar ik ben geweest, die heeft mij voorzien in mijn onderhoud. En ik ben zelfs rijkelijk voorzien. Nou, dat is mooi. Stel je voor, op een gegeven moment dat ik Henk uitnodig om bij mij te komen eten en ik heb maar één klein schoteltje hagelslag op tafel staan. Dan word je niet rijkelijk voorzien. Dan denk je, goh, wat is die vent een gierigaard. Maar als ik je iets geef wat goed is, dan denk je, wauw, dat is mooi, ik word gezegend. Nou, daar had ik van de week, ik had een stel schoenen gekocht op het marktplaats. En ik kreeg ze binnen en ze waren zo goed als nieuw. Eén klein krasje erop. En ik ging googlen en ik kwam erachter dat die schoenen tegen dik €350 aan waren. Ik zei, hier, wat ben ik enorm gezegend. En van de week mocht ik nog een auto verkopen. Dat zegende de Heer mij ook mee. En daar ben ik over na gaan denken. Ik denk, ik wil jullie allemaal meenemen in de voorspoedflow. Ik wil jullie allemaal meenemen in dat je voorspoedig kan worden in je leven. Ik wil je allemaal meenemen in dat je geen gebrek hoeft te lijden in je huis. Dat wil ik doen. Maar er zijn een aantal principes, wat Dorothea ook al zei, wat heel belangrijk is. En dat is luisteren naar God in alles. Dat is nummer 1. Principe.
Nummer 2 is, stel je voor dat iemand hier zit in de gemeente en hij zijn schoenen heeft hij naar voren toe en ik zie dat hij gaten in zijn schoenen heeft, dat ik er dan voor zorg dat ik iemand misschien een paar schoenen kan geven. Het hoeven geen nieuwe schoenen te zijn, maar gewoon een paar schoenen. Dan kom je de armen kom je tegemoet. Dat wil God ook. God die wil dat jij je oog niet sluit voor het probleem in deze wereld, want hoe rijker jij bent, des te meer verantwoording jij ook hebt. Het mooie is, Dorothea die kwam er straks binnen met een fles palmolive. Halleluja. Wie kan geen palmolive? Wie kan het wel en wie kan het niet? Ik kan het wel. Ja, ik ook. Toen ik een kind was, van een jaar of 5, 6, kan ik me herinneren dat we dit in huis hadden staan. Palmolive. Waren soms hele grote flessen. Dan vraag ik aan jou, weet jij de geschiedenis van palmolive? Je kan het. Wie kan dat? Wie weet de geschiedenis van palmolive? Nou, palmolive is 100 jaar geleden is het opgericht. En deze man die begon met shampoo te maken. Zeep in shampoo, om de mensen zich te kunnen wassen. En het leuke was van de palmolive, dat deze man was ook een kind van God. En hij zei tegen de Heer van Vader, als u, of hij zei dat helemaal niet. Hij gaf in eerste instantie van de opbrengst van zijn winst, gaf hij 10% aan de Heer. En hij werd gezegend. Ja. En toen zegt hij tegen de Heer, Vader, ik lees in uw woord, daag mij maar eens uit. Hij zei, weet je wat vader, ik ga 20% van mijn omzet ga ik geven. En hij werd nog meer gezegend en hij werd nog rijker. En toen zei hij tegen de Heer, van vader, ik ga u 30% van heel mijn omzet ga ik u geven. En toen kreeg hij problemen met de belastingdienst. Kreeg problemen met zijn boekhouder. Problemen. Hij zei, nee, ik ga het toch doen. Want u daagt mij uit. En deze man, die heeft heel wat heeft hij kunnen doen in Gods Koninkrijk. Hij heeft hongerige mensen heeft hij te eten gegeven. Hij heeft kinderthuizen heeft hij te eten gegeven. En palmolive bestaat nu vandaag aan de dag 100 jaar en het is een miljardenbedrijf. En over de hele wereld, in meer dan 136 landen, wordt palmolive verkocht. Dat is dus het begin van een wonder. En ik geloof erin dat God ook voor jou een wonder heeft. God die wil ook dat jij soms iets gaat doen. En dan kun je zeggen, is verkopen, is dat bijbels? Ja, verkopen en handelen is bijbels. Halleluja. Ik neem je mee naar een verhaal in de Bijbel. En dat gaat over een weduwe. En deze weduwe, die komt bij Elisa om hulp te vragen. Want deze weduwe, haar man is net gestorven. En ze heeft dikke problemen in haar leven. Want ze heeft heel veel schuld. Nou, dat kunnen we hebben vandaag aan de dag. Kan ik kijken naar een hele mooie auto en ik kan die auto op krediet nemen. Maar ik zal tegen je zeggen, doe het niet. Kijk er mee uit. Wees verstandig. Als je schulden hebt, zorg ervoor dat je de schulden kwijtraakt. Want komt er meer crisis, dan ben je voorbereid en dat je weet wat je hebt. En als je schulden hebt, deze vrouw die had ook schulden. En toen in die tijd, weet je wat er gebeurde? Dan werden de kinderen van jou, die werden gepakt. Of je werd zelf, werd je gepakt en je werd verkocht als slaaf. En daarom zeg ik ook, van als je een schuld hebt in je leven,
bij welk bedrijf ook, dan heb je eigenlijk een slavenmentaliteit op je leven rusten. En God die wil niet dat je een slaaf bent, maar dat je vrij bent in hem. Halleluja. En deze vrouw die weet dat. Die weet dat haar een van haar zonen, misschien wel allebei de zonen, gepakt worden en worden verkocht als slaaf. En dan zal zij te doden zijn opgeschreven. Want als een weduwe geen kinderen had die voor haar gingen zorgen, dan had je een probleem, want je had geen uitkering toen in die tijd was er niet. Dus deze weduwe, die wist wat haar te wachten stond. Zij wist dat er een leven zal zijn, misschien wel wat eindigde in de dood. En dan op dat moment komt ze bij de man Gods. En ze vraagt aan de man Gods, wat kan ik doen? Zij weet dat de man van God, dat hij diep ontzag voor God heeft. En ze weet dat de man van God wordt geïnspireerd door God. Want toen in die tijd was de Heilige Geest er nog niet. Die is pas later gekomen. Maar het leuke is, dat de Heilige Geest was er wel, maar toen in die tijd nog niet dat hij sprak tot mensen. Hij sprak misschien door de profeten heen, maar niet anders. En op dat moment wordt de profeet, die wordt geïnspireerd, boven natuurlijk door de Heere God. En die profeet die zegt, ga eens kijken wat je hebt. Kruikjes, heb je wel veel kruikjes heb je in huis? En het leuke is, dat ze gaat alle kruiken, gaat ze van het hele dorp bijeenhalen. Hij vraagt haar, wat heb jij? Nou, vandaag kreeg ik van Dorothea zo'n klein flesje olie. Zo'n klein flesje. En ik geloof dat die vrouw ook een klein beetje olie nog had in haar fles. Dat die ook niet vol was. En het mooie is, de profeet die zegt, sluit de deur van je huis. En giet alle olie in elke kannetje wat er staat. En dat doet ze. En dan bij de laatste kannen schenkt ze dat helemaal vol. En heeft ze haar hele huis vol mooie olie staan. En dan zegt de profeet iets moois. Verkoop het. Dus handel. Verkoop het. En zij verkoopt het. Ze kan haar schuld kan ze inlossen bij de schuldenaren. Daarom zegt de Bijbel ook, hè? Leid ons niet in verzoeking, maar los ons van de boos. Hè? En vergeef ons onze schuldenaren, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is een principe. Hè? En op dat moment, dan kan zij die schuld kan ze inlossen bij die schuldenaar. En dan houdt ze nog ruim geld over om van te kunnen leven. Dat is het principe van God. Dat God die wil niet dat één van zijn kinderen tekort komt in zijn leven. En dan zou je zeggen, ja maar Pastor Hans, jij bent rijk, jij bent succesvol en het is voor jou makkelijk. Ik kan jou ook vertellen hoe jij rijk kan worden in je leven. En dat ga ik ook doen. Ik ga je een paar punten ga ik je vandaag geven waarin jij ook rijk kan worden. Wat wel belangrijk was, dat deze weduwe, die bezuinde het niet door het dorp heen. Ze vertelde niet aan iedereen van de man van God is bij mij geweest. En de man van God die heeft mij verteld om elke kruikje te vullen. Dat heeft ze niet gedaan, dat staat er ook niet. Ze hield wijselijk haar mond. Dat is wel belangrijk soms in ons leven. God die geeft je soms mogelijkheden om dingen te gaan creëren, net als bij de Paul Melieve. Deze man die heeft goede shampoo gemaakt en het was ook goedkoop. Hij had een heel veel mooie dingen had hij gedaan. Hij had gezorgd dat het goedkoop was. Hij had ervoor gezorgd dat het goed was. He, niet een hele reclame eromheen, maar gewoon eenvoudig. En dat zegent God. God zegent graag. Halleluja.
En als je goed geld verdient in je leven, dan heb je ook te maken met iets anders. En dat is ook belangrijk om daar ook over na te denken als God jou succesvol wil maken. Dus het belangrijke iets is wel wat je moet onthouden. Geef de keizer wat de keizer toekomt. En dat is vandaag aan de dag de Belastingdienst. En de Belastingdienst die zorgt wel voor heel veel mensen hier in Nederland. Hè, dat de schatkist vol zit. Dat ze mensen kunnen geven hè, die normaal niet kunnen werken. Dat wordt allemaal uit de schatkist betaald. Maar geef de keizer wat de keizer toekomt. Dan had Jezus met de discipels, die hadden daar ook mee te maken. Dat zij moesten de jaarlijkse belastingen gaan betalen. En dan zou je zeggen, hoe kan het nou dan? We hebben toch niks? Nee, dat was gewoon automatisch. Iedereen die moest belasting betalen. He, van groot tot klein, die moest belasting betalen. En dat wist Jezus. Ook Jezus die had kunnen zeggen, van dat ga ik niet doen. Want ik herken de Romeinen niet en ik herken de Romeinse Rijk, herken ik ook niet. Maar Jezus die zegt tegen Simon Petrus. En Simon Petrus is dus een visser, hè? Heb jij wel eens gevist, Henk? Ja? Wat heb je gevangen? Allemaal scholletjes. Allemaal scholletjes? Oké. Okay. En mijn school. En mijn school. Halleluja, lekker. Lekker klaarmaken, heerlijk genieten. Maar Jezus die zegt tegen Simon Petrus, van Simon Petrus, ga heen, gooi je net uit en je zal één vis vangen. En in die vis, in die bek van die vis, daar zit een dinar in, een gouden muntstuk. Nou, ik geloof dat Petrus heeft heel veel vissen gevangen en hij heeft ze nooit in de bek bekeken. Maar dit keer wel. Dus af en toe mag je toch wel een vis in de bek kijken, niet een paard, maar een vis wel. Dus, maar daar zit een gouden stuk zit erin en dan geeft Jezus, die geeft opdracht aan Simon Petrus om de belasting te gaan betalen. Want dan zijn ze weer vrij, halleluja. Dat is ook mooi. Dus het is wel belangrijk om de belasting te betalen in je leven. Wees wel eerlijk in je handel. Als ik kijk naar Job, dan kunnen we kijken naar heel veel ellende. En ik geloof ook best dat mensen die rijk zijn, dat die soms ellendig zijn. Daar geloof ik zo ook wel in. Ik heb het tenminste bij mijn ouders gezien. Ze waren rijk, maar ze waren niet succesvol. Ze hadden rijkdom, maar ze waren eigenlijk dom. Raar, hè? Dat kwam omdat hun houding was niet correct. Ik geloof erin dat God jou ook een goede mindset wil geven. Een goed verstand om na te denken. Want je kan rijk zijn. En er zijn heel veel mensen vandaag aan de dag die dromen van bij de lotto geld te winnen. Zoveel miljoen. Maar de Bijbel die zegt van als je het geld krijgt, als dat je er niks voor doet, dan verwaait het ook zo weer. En dat zie je ook bij heel veel mensen. Ze winnen een miljoen en een half jaar later zijn ze nog armer of ze hebben heel veel gekke dingen ermee gedaan. Vraag aan God, als God jou zegent, wat jij met het geld mag doen. Dat is belangrijk. Echt waar. En God die kan jou dan zeggen tegen jou van geef die wat. Jaren geleden hadden wij een prediker bij ons in de gemeente. En deze prediker die had het op dat moment heel erg zwaar en moeilijk. En wij wisten dat. En toen hebben wij jullie gevraagd als gemeente om elk een boodschappentas mee te nemen met boodschappen. En we hebben dat aan de voeten van de prediker hebben we dat gezet. En hij is het nooit vergeten. Hij was er zo blij mee. Hij zei, jullie waren de enige gemeente die voorzien hebben met boodschappen. En ik ben er zo blij mee. En dan denk ik, van daar gaat het om. Het is belangrijk. De rijkdom is ook delen.
Rijkdom is niet alleen voor jezelf te houden en te kijken van hoeveel Ferraris je kan kopen of hoe groot het landhuis. Nee, daar zit het niet om. Als je kijkt naar Abraham, hij was rijk en hij werd rijker. God die wil jou zegenen. Ik, ja, maar hoe word je dat, hè? Hoe kom ik daarop, hè? Wat ook belangrijk is, als je kijkt naar de wonderbaarlijke visvangst. Hè, dan zie je dat daarin ook, dat hè, de discipels die hebben de hele nacht hebben ze gesnoerd. Hele nacht. Ze hebben niks gevangen. Dus er is geen inkomen. En dan komt Jezus en die zegt tegen hun, gooi je netten uit aan de andere kant van het schip. Denk je. Hier, als daar de vis zit, dan zit het daar toch ook. Maar ze gingen niet in discussie met Jezus. Ze deden het. En ze vingen ongelooflijk veel daar bijna de netten scheuren. Ik geloof dat het bootje bijna zelfs de kelder ging. Er waren de vissen allemaal weer vrij geweest. Maar gelukkig is dat net niet gebeurd. Dus ze werden daarin werden ze gezegend. En ik denk, als ik kijk naar vermenigvuldigen in de Bijbel, dan zie ik dat heel vaak. Hè, als ik kijk naar Jezus die op de berg zit, die daar aan het prediken is, en op de duur hebben de mensen die hebben honger, en dan zeggen de discipels, die zeggen tegen Jezus, van die mensen hebben honger. Zal je ze niet naar huis sturen? En Jezus zegt nee. Jullie gaan voor hun zorgen. Ja, maar hier moeten we dat doen. We hebben niks. We hebben geen cent te maken. En dan komt er een kleine jongen, die komt daar. En heeft een aantal broden en heeft een aantal vissen. En die geeft hij vrijwillig af. Hij is op dat moment, is deze jongen eigenlijk rijk. En dan gaat Jezus, die gaat danken. Dus vermenigvuldiging is ook danken. Is ook een belangrijk iets voor jou. En dan gaat Jezus danken en die gaat breken. En die gaat delen. Die gaat delen. He, en de, niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen en de kinderen. En er waren dus 5000 mannen. Vrouwen daar nog niet meegerekend. Dus er waren heel wat. Maar het mooie was, dat ze werden allemaal werden ze verzadigd. Ze hadden allemaal hadden ze voldoende. En dat is een mooi iets, is dat. Kijk, als je op een gegeven moment iets eet, dan moet je ook een ander wat delen, hè? Dat hoort er wel bij. In plaats van brood of vis mag het ook snoepjes zijn, hè? Waar is het al gevallen, Henk? Ja, weer een nieuw snoepje. Nou ja, daar heb je straks ook nog eentje. Ja, nou maar of. Maar het mooie is dat later worden al die... Dan hebben die mensen hebben genoeg gegeten. En dan komt het mooie. Dan halen ze de rest van het brood en de vis halen ze weer op. En dan vullen ze nog heel veel manden. Dus wat ik hiermee wil zeggen, dat God houdt niet van verspilling. Het is dus belangrijk. Hebben wij hier in deze westerse maatschappij... He, dan heb je bijvoorbeeld macaroni gegeten. He, en dan de volgende dag, mama, alweer macaroni? Ja, sorry lieve schat, ik heb gisteren te veel macaroni gekookt. Ja, maar ik heb daar geen zin in, want ik heb dat gisteren ook gegeten. De Israëlieten waren er ook goed in het murmureren. In het zeuren. Maar we moeten blij zijn met hetgeen wat God geeft. Want God... Die heeft de blijmoedige gegeven lief. Maar ook de blijmoedige persoon in zijn hart heeft hij ook lief. Ontvangen. Want dan kun je ontvangen. En God die wil dat jij vandaag gaat ontvangen in je leven. Halleluja. Mm. He, dus het woord van God is ook rijk. Want hij zond zijn woord... En genassen. Dus teleurstellingen in je leven kunnen ertoe doen dat je dus nooit meer iets gaat ondernemen.
Maar God die wil dat je niet teleurgesteld blijft, maar dat je gaat genezen. En hoe ga je genezen? Door gewoon dankbaar te zijn met een grateful full heart. En dat je zegt van Heer, ik dank u onder elke omstandigheid, wat Paulus ook deed. Ik geloof er best in, hè, toen Paulus schipbreuk leed, hè, en was hij daar in de zee aan het dobbelen, zei Heer, dank je wel dat u geen haai hebt gezonden, dat hij hier niet is. Hij was blij. En hij kwam weer aan de wal. Hij kwam weer aan de wal en hij was blij. En hij ging weer door. Wij zijn vaak, als ons iets mislukt in ons leven, dan stoppen we gelijk. Weet je dat? Daar zijn we heel goed in. Voorspoed is niet je hand ophouden. Dat is niet voorspoedig. Voorspoed is te ontvangen. En door een zegen uit te spreken en te geven, ontvang je ook weer een zegen. Want de zegen van de Heer maakt rijk en zwoegen voegt er niks aan toe. Halleluja. Maar het is wel goed om te gaan kijken van hé, nou stel je voor dat je elke dag in huis zit. Je hebt niks te doen. En je wil eigenlijk wel een beetje geld gaan genereren. Dat mag, er is niks mis mee. Dan zou ik zeggen, ga gewoon beginnen met een was- en strijkservice in huis. Je hebt misschien wel een wasmachine. Je hebt misschien wel een droger. Je hebt een strijkapparaat. Je hebt een strijkplank. Wij denken vaak heel erg moeilijk om te gaan zeggen van oké, ik moet eerst maar een gebouw gaan huren. Ik moet dit doen, dat doen. Maar ik kan eenvoudig beginnen met een strijkservice aan huis. Misschien heb je wel 2-3 klanten per week. Kun je toch geld beuren. Er is niks mis mee. Misschien zeg je, ja, Pastor Hans, maar ik heb geen wasmachine. Want ik ben zo arm dat ik dat niet heb. Dan zou ik zeggen, er zijn Facebookpagina's waar je een weggeefhoek, waar je gratis dingen kan krijgen. Vandaag was ik even op Marktplaats om te gaan kijken wat er dan niet allemaal gratis was in de regio van Meppel en in de regio van Zwolle. En weet je wat ik tegenkwam bij Zwolle? Een hele mooie buffetkast. Gratis op te halen. Nou, als je die buffetkast even gaat schuren en over gaat schilderen, potje verf van 10 euro, schuurpapiertje erbij van 1,50. 15 euro, in schilder hem over, dan kun je verkopen voor 75 euro. Ik vind niks voor te doen. Je bent lekker bezig. En je verdient er ook nog eens een keer iets mee. Heel eenvoudig. Soms dan denken wij dat we vragen, God, Heer, wil u mij rijk maken? Dan zegt wel, Heer, ik geef jou rijkdom. Ik geef jou mogelijkheden, luister naar die persoon. Of luister naar mijn geest en ik geef je rijkdom. Wat ook kan voor jonge mensen. Dat ze op een gegeven moment zo'n huis als dit kopen. Nou, dan ga je boven wonen, beneden ga je een appartement van maken. Je kan het hartstikke mooi verhuren. 500-600 euro per maand. Hoef je je eigen hypotheek bijna niet te betalen. God geeft rijkdom boven natuurlijk kennis. Je kan ook zeggen van oké, ik ga dingen kopen en weer verkopen. Is leuk. Marktplaats. Allerlei pagina's op Facebook waar je gebruik van kan maken. Nou, en stel je voor dat je niks wil doen, dan kun je nog rijk worden. Voor de personen die roken. En dan neem ik mijzelf. Ik heb ongeveer zo'n 50, 60 sigaretten per dag gerookt. Dus dat was ongeveer voor een 150 euro per maand wat ik rookte. Nou, zijn die rekenwonders? 12 keer 150, hoeveel is dat?
1800 euro. 1800 euro per jaar. En dat 10 keer. Dan breken wij 10 jaar. 1800 per jaar en dan 10 jaar lang. Hoeveel is dat? 18.000. Nog meer, zelfs 18.000. Bijna 20.000. Ja, zelfs 23.000 euro. Want we hebben natuurlijk 12 maanden. Oh, ja. En dus, begrijp je wat ik bedoel? Dus ik heb, toen ik stopte met roken, en ik ben al 15 jaar gestopt met roken, heb ik al heel wat geld bespaard. Maar niet alleen geld bespaard, maar ook mijn longen. Blijf de Heer ervoor. Dus God die geeft je ook boven natuurlijk inzicht om met dingen te kunnen doen. Van de week had ik het er even over met iemand van als jij je aardappels kookt. Mijn moeder die kookte aardappels en daar was ze heel goed in hoor om met aardappels te koken. Maar zodra dat het water kookte bleef ze het helemaal vol openstaan. Nee, dan kun je het de helft naar beneden draaien met gas en het blijft ook koken. En het scheelt je heel veel geld. Heel veel gas. Dus als je gaat googlen van hoe kan ik minimaliseren in mijn leven om toch een optimale rendement in mijn leven te hebben met comfort, dan ga je heel veel tips tegenkomen. Heel veel tips. En dan hoef je niks voor te doen. Dat is allemaal gratis. En dan ga je zien van wauw, daarmee kan ik geld beuren. Ja, moet niet gaan denken aan bitcoins. Doe dat niet. Je wordt in het oortje genomen. Maar ga een stuk weiland kopen. Doe dat. Je kan erop gaan verbouwen. Je kan er schapen op gaan houden. Dat wil. Nou, en als je een mannetje en een vrouwtje schaap neemt, dan krijgen ze vanzelf jonkies. Ja. En die jongen die kun je weer verkopen. En dan word je dat, op die manier werd Abraham ook rijk. Want zijn veestapel die breidde uit. Die werd, hij werd al rijker. En dat was niet dat er één schaap was en dat er een ander jaar weer een andere schaap was. Nee, er waren er 4, 5 die het vermenigvuldigen. Jacob was er ook goed in. Ja. En dat is iets wat moet je meenemen in je leven. Dus wij denken vaak van, nou, bijvoorbeeld je vindt het leuk om honden uit te laten. Nou, ga een onderhuidlaatcentrum beginnen. Is leuk. Je hebt wat te doen. Je kan zeggen van nee, ik wil in deze situatie blijven. Maar dat moet je niet doen. Kijk, hard werken word je mee beloond. Als je het voor jezelf doet. Als je het voor de baas doet, dan niet. Dan lacht die baas zich een krik. Dat jij heel hard werkt en dat je werkt voor 10 personen. Dan zegt de kaas, hé jongen, goed zo. Nee, je moet vragen aan God van Heer, wilt u mij rijkdom geven? Wilt u mij boven natuurlijk iets gaan doen? Stel je voor, ik geef iemand hier vandaag 50 euro. Wat ga je ermee doen? Ga je hem vermenigvuldigen binnen een maand? Of denk je, nou ik ga naar de KFC? Je kan het uitgeven, maar je kan er ook iets mee gaan doen. Ik stop met mijn spaarpot. Ja, dat kan, maar dan heb je er niks aan. Daar heb ik er ook nog een voorbeeld van en daar sluit ik ook mee. Er is een man. Ja, maar heb je wel wat aan? Dan kan ik bij mijn parachutesprong doen. Ja. Dan kun je bij je parachutesprong maken. Maar dat is op een gegeven moment een voorbeeld van de talenten. En daar sluit ik mee af. Er is een man, een meester. En die gaat op wereldreis. En dan geeft de ene slaaf, geeft hij 5 talenten. De andere geeft hij 3 talenten. En de andere krijgt 1 talent. De persoon die 5 talenten krijgt, die gaat ermee aan de slag. En na het jaar dat zijn meester komt, heeft hij er 5 bijgemaakt. Hij zegt, kijk eens meester, hier 10 talenten. De andere heeft 3 en heeft er 3 bijgemaakt. En die zegt, alsjeblieft meester, ik heb mijn werk voor u gedaan. En de andere slaaf, die heeft die 1e talent... heeft hij dan in de grond gegraven en hij zegt, kijk meester, hier heeft u hem terug. En dan zegt die meester, wat ben jij een slechte slaaf. We hebben geen slavenmentaliteit meer, daar begon ik mee. Want we zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus. En we hoeven niet meer een slaaf te zijn.
Maar gebruik je talenten in Gods Koninkrijk om voorspoedig te zijn in de naam van Jezus. Vader, ik dank u wel. Ik dank u wel, Heer, dat u ons bovennatuurlijke kennis, wijsheid en openbaringen geeft. Om dingen te gaan creëren. U creëerde ook, u sprak en het was er. Heer, en als wij positief over onszelf denken met de gratie van u, Heer, dan zullen wij ook creators kunnen worden in uw koninkrijk. Heer, om het wezenlijk verschil te kunnen maken, om te kunnen zaaien in uw koninkrijk, om een ander te kunnen geven. Heer, en om op zo'n manier ook uw koninkrijk te kunnen bouwen. En daar zegen ik het niet mee. In de naam van Jezus, wees gezegend. Amen. Amen. Gelukt? Allebei?